Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate. Ja, een historieupdate eigenlijk. Voor vandaag, 2 december 2016. Dat is het birthday van vrijdag. Vandaag is het deel 24 uit de serie over de historie. Die gaat nog steeds over Heathkit. Dit keer gaan we net als in enkele volgende delen in op de vele amateurapparatuur die Heathkit leverde. Er is verder Morse en SSTV. De afbeelding is in PD90 en het is een apparaat van Heathkit dat in deze aflevering uitgebreid aan de orde komt. Het is overigens een zwart-wit foto. Tijdens meerdere van de uitzendingen van de Daily Minutes ben ik QFV op het chatkanaal van de Daily Minutes. Op de site pa0ete.nl kun je vinden hoe je daar ook mee kunt chatten. Je hoeft geen geregistreerde amateur te zijn om daar mee te doen. En dan volgt nu eerst weer een bericht van onze sponsor. Wokka Wokka komt weer met iets speciaals voor de Nederlandse zendamateur. De anti-anti-hoogfrequent-sticker. Tegenwoordig zijn steeds meer mensen bevreesd voor zendsignalen en steeds meer mensen kopen dan ook stickers en amuletten die de straling van zenders tegengaan. Voor zendamateurs is het een volkomen ongewenste ontwikkeling. Jij investeert je dure geld in een mooi zendsignaal dat ergens voor staat en de buurman of buurvrouw boort dat zomaar weer de bodem in. Je zult het maar als buurman hebben. Bij gebruik van voldoende stickers of edelstenen kan het zendvermogen wel met 2/3 geabsorbeerd worden en in warmte omgezet. En dat kan nog veel meer zijn als meerdere buren tot dit soort acties overgaan. Vooral meerdere stickers op een venster kunnen in dit opzicht heel effectief werken vanwege de koelende werking van de buitenwind op het vensterglas. Een N-amateur houdt in zo'n geval nog maar een schamele 8 watt van de toegestane 25 watt over. Dit is natuurlijk een volstrekt ongewenste ontwikkeling. Wokka Wokka ontwikkelde daarom op basis van iridiumcarbonaatkristallen in combinatie met een flinke dosis nanotechnologie als eerste de anti-anti-hoogfrequent sticker. We hebben hier met een team van echte bollebozen zeker 2 jaar aangesleuteld, maar nu is het product dan ook geschikt voor marktintroductie. De Wokka Wokka anti-anti-hoogfrequent sticker gaat het schadelijke effect van alle anti-hoogfrequent producten met zeker 90% tegen. Een velletje met 4 stickers is al te koop voor een bedrag van €199, exclusief btw en verzendkosten. Notabene, je kunt beter niet aan je buren vertellen dat je ze gebruikt. Dit is deel 24 van de serie over de historie van onze hobby. We zijn nog steeds bij Heathkit. De afgelopen 2 dagen ging het over de bijzondere historie van het bedrijf zelf. Vandaag gaan we in op de amateurproducten die Heathkit maakte. Producten voor de zendamateurmarkt die Heath vrijwel vanaf het begin dat ze elektronica bouwpakketten maakte, verkocht. Voor zendamateurs had Heathkit een extra boven andere zelfbouwers. Amateurs moesten in die dagen hun apparatuur in de meeste gevallen sowieso zelf bouwen. Niet alle amateurs hadden daarvoor voldoende vaardigheden in huis en voor die amateurs waren de Heathkit producten ideaal. Behalve de lagere prijs en het plezier van het zelf maken was er ook het voorspelbare resultaat dat het apparaat het vrijwel zeker zou doen. Heathkit leverde bijna 40 jaar lang producten voor de zendamateurmarkt. Het eerste product voor zendamateurs was de AT1, die in 1954 op de markt kwam. De AT1 is een eenvoudige kristalgestuurde zender, bestaande uit 3 elektronenbuizen, geschikt voor de 6 meest populaire amateurbanden. De prijs was $29,50, vergelijkbaar met $240 à $250 in het geld van tegenwoordig. In 1954 was de catalogus van Heath 39 pagina's groot en 2 pagina's daarvan waren toen amateurproducten. Naast de AT1-zender was er nog een antennekoppelaar. Dit waren in dat jaar de enige 2 amateurproducten. Al snel volgde echter een general coverage korte golfontvanger, de AR2, en een impedantiemeter. Daarna volgde een VFO voor de AT1-zender, de VF1, die een jaar na de zender op de markt gebracht werd. Het ging vervolgens snel, want in datzelfde jaar, 1955, kwam Heathkit ook met een volledig uitgevoerde zender voor de doorgewinterde DX'er van die jaren, de DX100. Aan het apparaat werden 2 pagina's in de catalogus gespendeerd, waar tevens uiteen werd gezet hoe serieus Heath geïnteresseerd was om de amateurmarkt van kits te voorzien. De DX100 werd serieus neergezet voor wat werd genoemd de amateurradio-operator, een in die tijd ongebruikelijke term, want meestal werd gewoon de term amateur gebruikt. Verder werd aangegeven dat het apparaat voor introductie al uitgebreid door amateurs was getest onder echte omstandigheden, iets wat we tegenwoordig een beta-test zouden noemen. Heathkit voegde standaard alle schema's van de kits toe aan de catalogus. Van de DX100 stonden er ook 2 foto's van de binnenkant bij en een blokdiagram. De DX100 bevatte er 15 buizen en kon in zowel CW als in AM zenden, met op alle 7 amateurbanden waar hij op kon werken tussen de 100 en de 140 watt uitgangsvermogen. Hij beschikte verder over een ingebouwde voering en een VVO. De prijs was $189,50, wat in tegenwoordig geld rond de $1,600 à $1,700 zou zijn. De prijs was pittig, maar nog altijd een heel stuk lager dan van concurrerende apparaten. In het jaar daarop, dat was 1957, introduceerde Heath 2 minder ambitieuze zenders, de DX20, alleen telegrafie bedoeld voor beginners, en de DX35 die zowel in CW als met AM-telefonie kon werken.
Beide modellen waren geschikt voor 6 banden. De 160 meter die de duurdere DX100 wel had, die ontbrak. Qua uiterlijk lijken deze laatste precies op de DX100. Die laatste heeft echter wel diverse functies die op de goedkopere apparaten ontbreken. Daar was het prijsverschil ook naar. De DX20 kostte $35,95 en de DX35 $56,95 tegenover de DX100 die zoals gezegd $189,50 kostte. Een jaar later al werd de DX35 in de lijn vervangen door de DX40, een verbeterde versie van dit apparaat. Verder werd in 1959 de DX100 opgevolgd door de DX100B, die voor dezelfde prijs werd verkocht. In de catalogus van 1960 werd de dan 5 jaar oude DX100 al aangeduid als een classic onder de slogan het beste aantal watts per dollar op de markt. In het volgende deel gaan we in op de zender- en ontvangerfamilies van Heathkit die naar de Apache, Mohawk, Chippewa en Seneca-Indianen stammen vernoemd waren en op de apparatuur voor VHF die het bedrijf maakte. In de SSTV-afbeelding van vandaag, zoals aangekondigd, een plaatje in PD90 van de DX100, het paradepaard van Heathkit uit 1955. Vanavond vanaf 10:30 is er weer de lange uitzending van de Daily Minutes op PI3 UTR. Dit is dus vanaf 10:30. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren via PI2NOS. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzending www.pa0ete.nl. Dit is Papa Alpha 0 Echo Tango Echo. Lodewijk, zeg nog geen Tesla.